Niemand kijkt ook van een bruin spa meer of minder hier. Hoi! Ik denk, had ik dat geweten, had ik een bloemetje voor je meegebracht. Ja. Wacht, ik zou even van die bellen. Het is natuurlijk wel belangrijk om te weten waar je heen gaat rennen. En je mag natuurlijk afsnijden, maar het kost je wel punten. Je hebt als het goed is zo'n briefje gehad, toch? Een boterbriefje. En op deze moet ik gaan doen. Op deze punten staan hele leuke sexy vrijwilligers met een stift. En die gaan jullie boterbriefje wel of niet aftekenen. Ja, dan ga je een stukje richting of de dijk richting de vuurtoren. Daar het eerste trappetje weer omhoog bij het Beatrix Hotel. Dan mag je zo ver lopen als je wilt voor je opdracht nummer 1. Die staat op jouw briefje. En wat is dat? Vuurtoren selfie. En dat ziet er zo uit. Wacht even hoor. Niet meer bij. Ja. Dan ga je richting het kerkje. En dan gaan we naar opdracht voor het zingende kerk uit. Ja, in duo, a cappella mag ook, helemaal leuk. Weet je veel kamer? Ben ik blij. Engelen bestaan niet. Oh, weet je ook alweer? Rombrandsteden, jaren 80. Ik ben al gewoon is dat je ook nog samen gelijk een beetje heen en weer gaat. Ja, cool? Ja, heen en weer. Goed, dus waar heb je heen dan? Waar is die drinkbord en bubbels? Ja, precies. Dat vind ik wel belangrijk. Maar dat tijd dan. We gaan trouwen. Neemt niet weg dat jullie zielsveel van elkaar houden natuurlijk, dat zie ik zo. In welke vorm dan ook. Ik zie beste vrienden, soulmates, geliefden en een paar die er zijn ingesluist. Het is ook net een huwelijk, hè? Deze speciale band die jullie met elkaar delen, die gaan we vandaag verzegelen. En ook met een eigen ceremonie is het in ieder geval houdbaar voor 1 kalenderjaar. Hier volgen enkele persoonlijke gedichten die zijn ingezonden door deelnemers van vandaag. Dus pak er maar een Kleenex bij. George Le F. 'S morgens kan ik niet eten omdat ik aan je denk. 'S middags kan ik niet warme gevoel van binnen. Als je als naar voren kijken je bang maakt, een gedicht van Joma, en naar achteren kijken je aan het huilen maakt, kijk dan eens opzij. Want ik zal er altijd voor je zijn. Dan gaan we nu over op het officiële gedeelte van de dag. En dan verzoek ik de aanstaande echtgenoten naar voren te komen. Het mannetje van de twee. Die kan dan op de knie gaan zakken. En elkaar de rechterhand geven. En luid en duidelijk antwoord gaan geven. En dan zeg ik natuurlijk als ambtenaar van een vrijgezellenstand, hè, want het is natuurlijk een nephuwelijk. Jullie zijn voor mij verschenen, ambtenaar van de vrijgezellenstand, om in de vertegenwoordigheid van ons allen te verklaren dat jullie bereid zijn aan de wettelijke verplichtingen te houden. En die houden onder andere in dat je lief bent voor elkaar, dat je niet vals gaat spelen, dat je je veter goed strikt, hè? En bij voorkeur met een dubbele knoop. Je mag wel flirten, maar niet vreemd gaan. Goed uitkijken bij het oversteken,
en goed poseert voor elke foto. Verklaren jullie deelnemers van de eerste editie van de Runaway Bride Run elkaar te zullen nemen tot jullie wettige echtgenoten in het vrijgezellenhuwelijk en beloven jullie getrouw alle plichten te zullen verbinden, alle plichten te zullen vervullen die het wet aan de huwelijkse staat worden verbonden aan dit nep vrijgezellenhuwelijk? En wat is daarop jullie antwoord? Nee! Ho ho! Als ambtenaar van de burgerlijke vrijgezellenstand van de gemeente Texel of Den Helder of verzin het maar, verklaar ik dat jullie bij deze trouwoutfit en startnummer vanaf het moment door de echt niet aan elkaar verbonden zijn. Dus voor degenen die niet te krenterig waren om ook nog een symbool van de eeuwige trouw en liefde te bemachtigen, mogen jullie nog iets omschuiven. Shit. Juist, moest dat? Nou, dan doe je gewoon alsof je wat omschuift. Mag ook. Sleutelring mag ook. He, dat maakt het toch eventjes nepper nog. Als je als Runaway Bride wil runnen, moet je toch even... Ja, precies. Nou, dan rest mij alleen nog om te zeggen... Veel geluk met jullie niet-huwelijk. En maak mooie baby's. Een dag om niet te vergeten. Zijn jullie klaar voor de start? 3, 2, 1. Dan wordt straks het startsein gegeven. Dus als jullie richting de start gaan, dan komt er een knal. Ja, precies. Ik wacht op dit maar. Ja, wat is het dan? Wat hebben jullie bedacht, jongens? Nou, laat maar zien jullie... Jullie hier al, hier al, hier al. Dan kan je op de... Ja, een beetje bij het... Zo kan het zo? Een beetje voor het kanon. Oké, dus. Hand vast. Hier kijken! Ja, dat is... En hoe heet die? Dit is de 1-0 Intruder. XXL. Mag ze terugsturen? Ik leg! Oh. Nee!
precies. En wij eigen nog wel. Mooi, dat zou horen. Dit is een stabiele zeiling. Zo wordt het nooit wat met die kinderen. Dankjewel. Nee. Ik vind het leuk. Ja. Moet ik ook weer... Hoe heet die? Moet ik weer omhoog? Nee, nog niet, Laura. Oh. Ah, nee. Even de meid kijken. Ja. Mag je op Laura gaan liggen? Oh, je mag toch mij gaan liggen. Oh, joh, voor een foto dan. Kijk! Wel blik en zo. Ik denk dat deze winnen. Nee? Deze. Als ze aan een heel goed stand komt, dan geef ik het. Die ene, die twee, van net, die waren ook wel. Hallo! Nee, je zegt niet dat we voor niks zijn. Nee, ik kom erom met die kammervlieg op de kant. Bruidspaar nummer 6. Kom maar naar voren en een hartelijk applaus. Jee! Oh, bij nummer 2 natuurlijk. Jullie hadden wel één blik. Er zat nog tomatensoep in. Dus ja, precies.
Dat vond ik een beetje ranzig. Jullie waren wel als eerste binnen, maar jullie hebben niet gewonnen. Sorry. Dat was wel heel... Ik vond Timo wel echt de meest sexy bruid aller tijden. Yes. Yay! Een fijn huwelijksjaar. Goed zo. Hey, bruidspaar nummer 5. Gefeliciteerd, jongens. Er zit een hele grote oorkonde in voor dit jaar. Ik ga hangen op. Nachtkastje, koelkast. Noem maar op. En heel veel plezier dit jaar. Val 3. Oh. Nummer 4. Yes, gefeliciteerd. Ze gaan nu elke dag joggen, hebben ze me gezegd, in deze outfit. Zo fijn. Wie komt er nu? Oh, nummer 3? Oké, okay, top. Bedankt, hè. Bruidspaar nummer 3. Gefeliciteerd, het is een hele prille liefde in ons. We kennen elkaar nog niet, net. En nu zal liefde en zo een klep over de drempel. Nee, daar zijn we gewend. Bruidspaar nummer 2. Piet en Cyril. Gefeliciteerd. Gefeliciteerd, jongens. Jullie hebben het echt super top gedaan. En jullie zijn wel het echte bruidspaar eigenlijk. Van de dag. Ja, ja, niet echt, maar toch wel het meest echt van ons allemaal. Speciaal muziekje. Echt een vet toffe selfie gemaakt. Echt, en nou heel de wereld al over YouTube, weet ik veel wat al. Ja joh, echt veel hits al. En dat is bruidspaar nummer uno. De ene week bij jou, de andere week bij jou, tenzij dus die samen zijn natuurlijk, maar we moeten maar zelf uitvechten. De oorkondes. Alsjeblieft. En een beetje jammer voor jullie outfit. Tongen. Ja.